Goedemorgen, vanaf 2 uur zo. Het is heel erg vroeg, maar we gaan wild kijken. Te zien. Daar zo. Dat 2 lichtpuntjes zijn. En dat dat eerste hert. Ik vermoed als ik het zo van afstand kan zien, dan hert. Maar ik weet het niet helemaal zeker. We zien of het goed leek. Wat nu wel vet is, en nu ga ik ze ook even in beeld brengen met mijn lens. Daar verderop op de hei staat ook een groepje herten. Het is nu 7:30 denk ik of zo, 7:45. En we gaan nu maar eens op zoek naar jonge wilde zwijnen. Want de eerste pyjametjes die zijn geboren. Dus gaan we op zoeken. Een stukje wandelen. Als je tussen de bomen doorkijkt, daar staat een hele goede om het edelhert te grazen. Het is echt bizar dichtbij. Dus ik ga even kijken of ik ze goed in beeld kan krijgen. Een roedel, edelherten. Ze staan daar nu onder. Ja, ze hebben me gezien. Ze gaan nu richting het equiduct. Gaan we daar even wachten. Overkant. Ik ga even een paar tips als je zelf ook ooit een keer wilt gaan kijken. Sowieso, ga vroeg of ga tegen de schemering. Even belangrijk is, eigenlijk zijn alle natuurgebieden zijn een beetje niet toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Dus hou er even rekening mee. En als je vroeg gaat. Zorg nou ook wel weer vroeg gaat. Je wil niet nog een keer om 9 uur. Eigenlijk over de hele dag zijn de dieren bijna niet zichtbaar. Je kan natuurlijk sommige plekken wel, maar hou er rekening mee als je wild wilt gaan kijken. Hier sta ik weer te lullen. En daar gaat dus een roedel edelherten. Dat bedoel ik. Tip, wees dus ook stil. Oké, roedel is een groot woord, maar het zijn er wel 3. Waarvan acte? Een van de dingen waar je altijd rekening mee moet houden als je wild gaat kijken, is dat het opeens kan gaan regenen. Zoals nu. Wel weer jammer en zo. Maar echt de pret niet drukken. Ik heb vet veel eten gezien. Helaas geen zwijnen of reeën. Maar dat is voor de volgende keer bewaard dan, denk ik. En de volgende keer dan ga ik op zoek naar zwijnen. Dus hopelijk kijken we dan ook weer mee. Tot de volgende keer. Ciao!